Champs Talk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs Talk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champs Talk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas innen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champs Talk. Vandaag staan we langs Harinkina. Hoe gaat het met je? Ja, goed man. Met jou? Ja, super man. Het is weer een groot feest hoor je op de achtergrond. Ja, dat is ook gewoon goed. Lekker zondagmiddag knallen. Ja, want gisteren was Cage Warriors. Vandaag is First MMA. Ja. Dus weer lekker druk, alles volgepropt. Hoe krijg je dat voor elkaar weer? Hoe dat voor elkaar krijgen? Ja, dat is niet in één dag zeg maar allemaal opgelost. Het begint al heel vroeg eigenlijk, in mijn jeugdige jaren. Weet je, elke buurt had zijn ding. In onze buurt hadden ze dat, dat was gewoon vissen. Heel veel mensen deden gewoon vissen. En ik als Turk, die liep daar maar achteraan. Je kon helemaal niet vissen. Maar er was gewoon één man, hè. Dat is me altijd gewoon bijgebleven. Die heette Henk, die had een kleinkind, die heette Huub. En die had ook nog een hakbel, dus wij noemden die Henk, Huub en de hakbel. Ome Henk hield van mosselen en hij deed altijd de mosselen vissen bij ons in de gracht. En daar helemaal aan het vissen waren en ik helemaal niet kon vissen, zat ik een beetje bij mensen te praten. En één ding is bij me, wat ome Henk mij toen had gezegd. Hij zegt tegen Huub van, Huub, geef me ze, hier heb een mossel, zegt hij. Doe hem eens openmaken. Dus Huubke die slaat die mossel open. Oom Henk pakt die mossel, hij kijkt naar die mossel en zegt, Haroon jongen, een goede mossel, maar ruiken maar niet stinken. En dat is ons formule, jongen. We doen zoals het kan en als het niet kan, dan doen we zoals het moet. Zo is het. Want jullie zijn nou sinds gisteren voor het eerst live gegaan? Nu. Wat? Op wat wacht je nog? Nog niet geabonneerd op Champs Talk? Wat? Als je vechten niet meer krijgt uit je kop, Champs Talk, begin te abonneren. Duimpjes omhoog. Reactie achterlaten, nog een keer die duimpje omhoog, daarna delen met je vader, je moeder, je zus, je tante, je nichtje, je neefje en join the Champs Talk family. Ja, we zijn ook een keer live gegaan, het is gewoon lekker nog aan het testen en we zijn nu lekker aan het sparren, kijken hoe alles werkt. Dus dat zit. En nog nieuwe vechters voor hier of voor opkomende? Ja, opkomende, er zijn genoeg vechters. Man, Ayoub Ogbani gisteren kampioen geworden. Dus daar staan een hoop hongerige wolven komen achter hem aan, weet je. Dus maar we gaan het zien. Ayoub mag zijn eigen naam bewijzen als champ. Er komen ze één ding, daar blijven ze een ander. Verder is het, heb ik jongens uit Duitsland niet hierheen zijn gekomen. Dus het is alleen maar groter. Dus en dat is ook wat wij wouden. En hoeveel galas heb je dit jaar? 18 maart is de volgende. Cage Warriors. Even kijken. 5 mei. En 18 juni, als ik het goed heb. Oh, dus daar kijken we wel uit. Dat wordt allemaal daar binnenkort bekendgemaakt. Dus dat gaan we binnenkort bekendmaken. Ja, maar superman. Ja, we staan hier langs Harinkina, de big boss van Cage Warriors. Nog steeds. Ja man, hopen dat we snel welkom zijn. Ja, sowieso. Jullie zijn altijd welkom, ja, jongens. Man. Thanks voor jullie support en blijf doen wat jullie doen. Ja, ja? Toch. Champs Talk, hè. Komt goed, man. Oesh, dankjewel. Hè. Champs Talk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs Talk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champs Talk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas innen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champs Talk.